buiten. Ed Gover, de voorzitter van de deelgemeente Sjaarloos. En wat we vandaag doen is de zoveelste boom inmiddels planten in de actie Sjaarloos Booming. Als dagelijks bestuur heeft afgesproken om in de bestuursperiode die nu loopt, 4 jaar van 2011 tot 2014, om 1000 bomen erbij te plaatsen in Sjaarloos. En daar hebben we er al de afgelopen maanden aardig wat van achter de rug. En we zitten hier nu in het Zuiderpark, aan de rand van het park, bij Hanny Dekhuis, het verzorgingshuis, hebben we er een aantal bij geplant samen met de bewoners. Hartstikke leuk dat we hier staan, hartstikke goed. In het kader van de actie Sjaarloos Booming, zeggen we dan met een Engels woord. Een beetje verzonnen met de bomen natuurlijk. De zoveelste actie al, waarin we in Sjaarloos een aantal nieuwe bomen gaan neerzetten. Nou ja, het gebeurt natuurlijk op plekken waar het kan. En dat is soms, zoals nu, aan de rand van het park of in het park. Maar ook in straten die best wel een beetje meer groen kunnen gebruiken. Zoals bijvoorbeeld vorige week op de Strevelsweg. En zo hopen we dat er nog meer plekken komen. Dat weten we eigenlijk wel zeker. Maar dat bewoners vooral ook met ideeën komen. Van goh, wij zouden eigenlijk ook wel één of enkele bomen in onze straat willen hebben. En dan gaan we kijken of dat kan. Want dat heeft natuurlijk wel te maken met of het kan met kabels en leidingen. Ja. En dat soort dingen. Dat zijn vaak beperkingen. Maar we proberen zoveel mogelijk plekken die het hard kunnen gebruiken nog van extra boompjes te voorzien. Dag mevrouw van Heiningen. Ja. U hebt net een boompje geplant, zag ik. Ja. En wat heeft u daaraan medegewerkt? Oh, getimmerd. De spijker erin geslagen. Ook nog een beetje aarde in de grond gegooid? Ja. Ja. En hoe vindt u dat? Goed. Moet dat meer gebeuren, die bomen planten? Ja, natuurlijk. Zijn er nog veel te weinig hier hoor. Maar we hebben er wel genoeg, zo te zien. Maar wat erbij komt, is toch nog weer prettiger. Ja. Dat het maar lekker groen mag worden, hè? Ja. Oké, bedankt. Ja. Oh, kijk. Oh, daar is Daar haal ik al mijn vinger weg. Zo, ja. Je durft. En hoeveel bomen zet u zo gemiddeld neer op één plek? Nou, hier staan er nu 9, maar we hebben er aan het havenspoorpad achter Zuidwijk in Pendrecht in één keer 275 wilgetenen geplant. Dus ja, soms, op sommige plekken kan er heel veel en op andere plekken moet je het doen met een paar bomen. Maar goed, elke boom die erbij komt is natuurlijk prima.